Wij maken eigenlijk allerlei soorten vormen van industriële automatisering, met name gericht op motion control, bewegingsleer. Ja. Waarbij het eigenlijk erom gaat dat oude constructies, mechanische, vervangen wordt door elektromotoren. Waarbij je zeg maar het gedrag tijdens de productie kunt veranderen. Dus als je een machine om wil stellen en die is mechanisch en het een en ander wil weer vervangen, dan kan het zomaar zijn dat je daar een paar uur mee bezig bent. Nou, daar zijn we met name op geënt om dat op te lossen in motion control, waarbij de aansturing zodanig is dat die tijdens het proces aangepast kan worden. En dat kun je met een stukje mechanica niet. Nee, dus waar is een kilo software? Nou, die is er niet. Nee. En daar haal je de winst vandaan. En zo hebben we ook in 2009 hebben wij een nominatie gekregen in de Innovatie Top 100. En dat ging dan specifiek over een Delta robot. Waarbij de Delta robot zodanig licht gemaakt is. Het is natuurlijk zo dat als je een koekje van 100 gram wil verplaatsen van A naar B en je hebt daar een apparaat voor nodig van 80 kilo, dan is dat niet in verhouding. En dat beperk je in je bewegingsvrijheid. Ja. Nou, wat wij eigenlijk doen is gewicht reduceren, vervangen door mechanische constructies, vervangen door software. En dat doen we dan in de motion control. En uiteraard hoort dan ook de totale besturing erbij van het klepje gaat open en het motortje start enzovoort. Dat is de echte industriële automatisering. Ja. Maar wij zijn met name specialist op het gebied van motion control.